Van harte welkom bij een nieuwe 11 Insiders. Je kan luisteren, je kan kijken op YouTube, je kan het overal uh, vinden. Doe dat vooral, want ik heb uh, kleppers van gasten uh, opnieuw op bezoek. Aan mijn linkerkant Benito Raman, die ooit een wereldgoal scoorde tegen een van de beste ploegen ter wereld. Van aan de middellijn, zometeen meer erover. Dante van Zijer, die we na zijn wedergeboorte ook uh, kennen als Dante Undaf. Uh, de een-eigen voetbaltweeling, 14 goals, denk ik, 8 assists opgeteld. We gaan ook skypen met Mats Rits van uh, Club Brugge natuurlijk. En dan is er uh, Niels Schouterde, de enige voetballer die varkenshaasje met risotto en frangipan op uh, succulente wijze kan klaarmaken. Dat is niet overdreven, en Niels? Nee, zeker komt? niet. En hij voetbalt bij trouwens, had ik dat al gezegd? Nee. Nee, voilà. Uh, even uitleggen wat we in die intro gezegd hebben. Benito, jouw wereldgoal, dat klopt hè? Tegen wie was het? Is tegen Barcelona. Hé, hey, mannen. Zijn we onder de indruk? Ja, dat is niet slecht dat je dat kunt vertellen. Dat is een binnenkomer, hè? Ja. Maar... <laughs> Hoe oud was je? Zes. Ja. ja. maar toch, hè. Het is een doelpunt tegen Barça. dus... Uh, maar niet omschrijf het. Hoe ging het? Nee, we hadden het was een trainingskamp, met, toen we al zes jaar waren naar, naar Barcelona. Daar dan hebben we tegen een of andere jeugdploeg gespeeld daar. En de dag daarna moesten we tegen Barcelona spelen. 10-1 verloren wel, maar... Terwijl ik wel die bal uh, van op de middel en binnengetrapt. Dat dus, uh, ja. was niet en, slecht. En heb je dan een, een mic drop gedaan na, na het scoren? Nee, en toen kon ik nog niet zingen. Dus, uh. Nee, nee. Hebben jullie ooit, want ik, uh, Daan Heijmans uh, vertelde me dat, die heeft ook een keer met, met Westerlo, ik weet het niet meer. Die had dus tegen uh, Chelsea, Arsenal en zo gevoetbald in de jeugd. En dan ook gewonnen, dat zijn toch mooie herinneringen? Jullie hebben ook wel dat soort toernooien gevoetbald. Hè? Vroeger op heel kleine, ja. en jonge leeftijd, Dante. Klopt, ik herinner me nog het toernooi met de U10U11, dat wij uh, in het zuiden van Frankrijk zaten, uh, best ver van thuis, en dat we daar ploegen als Tottenham en, en Chelsea en zo tegenkwamen. En ook uh, ja. Ja, topclubs in, in Frankrijk, maar ik herinner me bijvoorbeeld match Chelsea was 1-1 was en tegen Tottenham zelfs 5-0 gewonnen. Alle, dus... dat kan niet wat wil het wel zeggen denk ik, dat, dat, dat Belgisch jeugdvoetbal toch uh, niet slecht doet, denk ik, uh, in vergelijking met, met Engels jeugdvoetbal. Ja, Tottenham, dat ligt gevoelig, hè Niels? Dat ligt gevoelig, ja, dat hoor ik niet graag. Nee, daar gaan we regelmatig eens uh, naar kijken. Mooie club, hè. alleen ja, bekertjes pakken, dat is er. Uh... <laughs> dat zit er niet in. You wat you, <laughs> zeiden ze weer al? You won the league in black and white, zingen de, <laughs> zingen de andere clubs dan. En ik herinner me die goal van jou op Lokeren met Racing Genk, want je hebt gescoord voor Genk, met diademen, of niet? Of was het een hard <laughs> Met diademen, ja, klopt. Er ja. zijn er nog beelden van, ja. Ja, als je uh, tegenwoordig YouTube opengooit, dan vind je dat allemaal. Hè. Nee, dat was, maar die uh, stond nog op het netvlies, die goal. Dat was ja. misschien niet mijn meest uh, mooie kapsel dat ik, uh, dat ik had. Ik het maar ook nog stijlvol. Speciale, ja. Speciaal, ja. speciaal. Absoluut. Ja. Jij, Niels, in de jeugd? dat soort herinneringen? Uh, van toernooien of van kapsels. Uh, Allebei. <laughs> Justin Bieber-kapsel is er geweest, absoluut. Uh, en toernooien, nee, uh, ik heb uh, mijn jeugd vooral gedaan met Out uh, Um, dan hebben ze een mooi tornooi in Nederland kunnen spelen in, in uh, Rotterdam. En dan uh, van het kastje naar de muur speelt tegen Ajax. En dat is wel iets wat mij bijblijft. Uh. Ja, een van de, de mooie clubs waar je tegen voetbal. Ja, hoort. en vanaf dan ook uh, Ajax echt uh, beginnen volgen. ik uh... ja. kom er straks op, want ik heb nog een vraag voor Mats, want die heeft er in het verleden natuurlijk. Um, ja, <coughs> jullie blijven maar winnen. Uh, je, je gaat dan naar Brugge. Ik vraag me dat wel af. Uh, blik achter de schermen. Jullie allemaal op de bus na een wedstrijd. Lange verplaatsing is dat iedereen uh, hoofdtelefoon op, Netflixen uh, wordt er nog gekaart bijvoorbeeld. Gebeurt dat nog, Benito? Nee, bij ons niet. Allee, van achter weet ik niet wat er allemaal gebeurt. Ik zie nee. van voor, uh, maar voor tegenstandaar had ik een heel speciaal gevoel. We winnen daar, maar we hadden niet echt het gevoel dat we die wedstrijd hadden gewonnen. Het was echt heel, ik moet zeggen, saai, heel rustig. En dan komen we de bus op en dan moesten wij een beetje de sfeer maken, een, of pa een paar puntjes gedronken, muziek opgezet en dan was een leuke terugreis. Dus ja. uh, wat zijn dan de classics die passeren door de boxen bij Anderlecht? Wat hoort daarop? Uh, Wie is het ja. dj? Ja, ik heb de eerste vier liedjes gedaan en dan heb ik het overgelaten aan de teammanager en dan trok het op niks. Dus, uh, nee? dat was echt heel slecht. Wat, wat heb jij opgezet? <laughs> dat ga, ga, ga ik niet doen. Dus. Ah, Oké. Okay. Uh, dus, uh, bij jullie, ben jij de dj in de uh, Unionbus? Of is dat uh, de uh, Bij ons? Uh, nee, dat is eigenlijk meestal de Franstalige muziek. dus Dan is uh, dat Teddy Thuma of zo, uh, dat vaker wel gedraaid wordt. Dat is wel een uh, goeie, Teddy Oh. kan voetballen, ja, inderdaad. Ook kapitein, belangrijke speler binnen de ploeg ook voor ons. Om, ik weet niet, hij heeft niet uh, enorm veel ervaring, zou ik maar zeggen, in, in eerste klasse of zo, maar uh, wel al een hele, alle verschillende ploegen doormaakt en, uh, en wel iemand die heel belangrijk is voor ja. ons uh, binnen de ploeg. Grapt hij er wel eens over dat hij bijna per ongeluk, uh, die kwam erachter dat zijn familie Maltese was, bij de grootouders, en plots was hij international. Fransman voor Malta, dat is toch een zot verhaal, hè? Ja, klopt, klopt. Uh, ik wist ook niet dat de Malta een nationale ploeg had tot hij daarmee speelde. Ja. <laughs> hey, Caramel Bouzoutil, niet vergeten. Kortlegende uh, maar... van Racing Genk. Malta. Ja. Okay. Maar blijkbaar. Uh, hij zegt wel dat het, dat het niveau best, uh, best oké okay is daar binnen de nationale ploeg. Ja. Uh, ik geloof dat het uh, Simon Mignola was, die vertelde me dat ooit uh, na de wedstrijd met Liverpool. Dan zijn ze er al met de recuperatie, shake, met uh, de linzensoep, de spinazie smoothie, noem het al maar op: de koolhydraten. Hoe zit dat in België? Hoe professioneel is dat? Ja, bij ons komen ze ook gewoon uh, na een wedstrijd direct met een, uh, met een shake Met een menu? Dus, nee, gewoon met een shake en dan hebben we uh, iets anders in de kleedkamer om op te eten. Dus, en is dat de harde, die shakes? Of is dat echt binnenwerken? Ja, nee, je kunt dat opeten als zo'n volwaardige maaltijd voor een paar uur en dan... Maar ik neem die nooit in. Nee? Ik denk dat dat iets anders is. Dus. <laughs> ja, oké. Okay. Dat ziet er dan wellicht als een of andere grijze pap uit of zonder smaak. Of hoe zit dat bij ik jullie? Ik wil even terugkomen naar u, Benito. Ik denk, in een van de voorbije matches zag ik Jari uh, op de bank zitten. Maar had hij gewoon een ja. melkje vast? Ja. Of was dat ook een speciaal. Ah, die, die melkfles. Ja. Allee, melkfles voor jaren ja, snap ik. Ja, <laughs> die had een melkje vast. Uh, ja, nee, maar dat, dat is het gewoon uh, Zat ja, dat ook melken in, ja, als... met, uh, met ofwel choco. Of, uh, of ah, want hele, het was of, echt je, precies je... of dat gewoon een busmelk was. Ja, dat die, was die, die het. Leken. En daar maken ze en daarom, een cheekstuk. Okay, dus okay. Of gewoon ja. flesjes water. Dus, ja. uh, Kom ik even bij Niels was... Schouterde? Want dat is natuurlijk de culinaire aspect. Wat zei ik? Expert van deze hele bende. Wat is nu het gekste wat jij ooit gezien hebt op een bus uh, naast je wellicht, uh, wat verorberd werd. Oh, ik moet altijd vaak terugdenken aan Afrikaantjes in openen. Uh, uh, dat ging van voor de wedstrijd, van, naar, van croissants naar uh, van die kleine bananensnoepjes uh, vanuit Afrika. Uh, niet tevreden, maar allee, die gingen vlot binnen. Wat dus, uh, gekke dingen, niet, niet overdreven veel. Maar... Nee. Kou ja, nee. Uh, oh, wacht even. Waar ik wel uh. van verschoten was, was uh, op, op Mechelen vroeger dat uh, na de wedstrijd dan. Dat er direct de, de zakken snoep op tafel kwamen. Uh, pintjes, uh, rode wijn. Uh, <laughs> alles passeerde, ja. Tot uh... Tot dat Ferrara eraan kwam en uh, dan was de uh, bewijzen van gedaan. Dus uh, ja, ja, ja. Wel leuk. ja uh, er is toch een filmpje komen aan, Waaien. en Niels. En uh, het heeft <laughs> iets met jou te maken. Uh, laat maar eens zien, je mag het uh, live becommentariëren. Uh, voor de mensen die luisteren, moet je wel goed vertellen uh, wat we te zien krijgen. Ja, gooi het er maar in, jongens. Kan nog niks verklappen. Wat zien we hier? We zien Mitchappal uh, in de tijd van Westerlo, denk ik. Wat heeft hij vast? De Mars vast. Wat doet hij nu? <laughs> legt hem tussen de sandwich en uh, ja was voor hem zijn, uh, zijn recuperatiemaal. Uh. Ja, dat is toch onwaarschijnlijk? Maar, ja, daar steekt er maar één tussen. Maar er, uh, <laughs> er hebben er ook al meerdere tussen gestoken. Ja. Ja. <laughs> en dan ja. begon hij dat ook lekker sneeuw te pletten. <laughs> ja, absoluut. Uh, en ook, uh, er was een leuk stukje van Hans Theeuwen vroeger over een Mars. Zoek maar eens op. Ja. Uh, dus die zetten we vaak op als Mitchel begon, dus uh, was leuk. <laughs> Moest er nog iets bovenop? Een houtje? <laughs> nee, nee, nee. Dat was prima zo. En heb je het geprobeerd ooit? Of ik niet? heb nooit geprobeerd, nee. 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 Bloedt jouw culinaire hart dan niet? Hè, nee, heel absoluut, heel niet, heel niet, absoluut niet. Nee. Nee. Want ik zei het in de intro, wat is nu jouw uh, pièce de résistance? Wat is jou, jouw grootste, mooiste, beste gerecht? Wat Niks kan zeer. je voor deze heren maken? Hedendaags eten. Zorg dat uh, gewoon gezond eten. Uh, Want tegen mij zeg je altijd risotto. En <laughs> ja, dat, dat het, uh, is hedendaags eten. Dus, uh, Frangipane? Ja dat, is, uh, ja, dat is voor het weekend. Hè. Ja, nee, gewoon zorgen dat er elke dag eten op tafel staat, dat, uh, dat de kindjes goed eten, en uh, voor mezelf ook natuurlijk. En geen klachten? Dat, uh, ja, niet dat ik weet. Uh, nee, ja, nee, nee. Uh, ja, ik moet toch nog even terug jongens, naar na die, uh, die, die lockdown, want dan was het, dan hadden we plots allemaal heel veel tijd om uh, te ontbijten en goed te eten. Heel veel jongens pakten dan wel wat, wat kilo's. Hoe heb jij dat doorsparteld Benito? Want jij zat toen in, in Duitsland hè? Ja, ik heb uh, heel mijn leven om, ay, omgedraaid. Ik ben uh, altijd laat gaan slapen en laat opgestaan. Dus we hadden altijd één middag sessie uh, via, via Zoom. En dan dat was het eigenlijk. Dus, uh, dat is moeilijk, hè? via Zoom. Om dan... Ja, je zet die camera voor u en je moet fietsen, maar dan, heb je dan op, op, je, op je gezicht. Dus dan moet je eigenlijk niet fietsen. Dus dat waren zo, zo van die dingen. En s'avonds, ja, uh, flessen wijn zijn erdoor gevlogen eigenlijk. Ja, dus, uh, en wat filmpjes kijken, Netflixen. Ja, vooral Playstation spelen met de maten. Dus uh, dat was vooral de... de ja, de enige maand die we zogezegd vrij hadden, dat hadden we, dat hadden we gedaan. Dus. Ja. Hoe kijk je erop terug eigenlijk? Want je hebt, ja, je hebt tegenover Hummels gestaan, je hebt tegen Haaland gespeeld, tegen Gnabry, uh, Lewandowski, Muller. Haal eens een, een verhaal terug dat je bijgebleven is? Had je Duitse avonturen? Een goede herinnering? Ja. ja, gelijkspel in Bayern. Dat was, uh, of winnen tegen Dortmund thuis. Dat waren. Uh, dat waren de leuke momenten wel in, in, in Duitsland. Dus, maar in het begin, als je daar aankomt, dan denk je: wauw, allemaal van die zotte spelers. Weet je. En na een tijd is dat een gewoonte geworden. Uh, dan denk je: oké, okay, het zijn ook maar spelers, ook maar mensen. En niet dat het zo speciaal is. Het is speciaal om tegen hen te spelen wat ze allemaal doen. Maar het is niet dat je daar zo naar opkijkt omdat nee. uh, het wereldsterren zijn. Dus. Maar wat, wat was het, uh, het meest indrukwekkend van, van uh, kleedkamers? Van, van, ja, het, het Totaal beeldje aan zich. Want in de Bundesliga ja, er zit, er gaat er veel geld in om. Wat valt mee? Dat is allemaal basic. Het is niet zo heel uh, zotte kleedkamers. Sommige wel wat groter dan de andere. Maar je hebt kleedkamers zoals. Uh, met alle respect, als je naar Beveren gaat, heb je hebt daar banken. Daar heb je ja. ook in, in Duitsland. Dus, uh, ik heb het niet. Ik had het veel meer verwacht qua, qua, qua kleedkamer toch. Ja. Dat doen ze af en toe wel. hè? Dat, dat de, de thuisklub dan een geweldig luxueuze kleedkamer heeft. En de bezoekers die duwen ze dan soms in zo'n intimiderend klein hokje. Hebben jullie dat ooit meegemaakt? Ik, uh, bij ons bij Union is het uh, ah, daar is Benito nog niet geweest. Maar uh, alles is wel wat ouder, daar wat kleiner. Uh, ook onze kleedkamer is zelfs ook niet zo luxueus. We hebben just wat houten kastjes. die... Uh, ja. Die voldoende zijn, maar ik denk, uh, ja, in, de, in, in de bezoekerskleedkamer heb je zo van die schoolbankjes, of turnbankjes, waar je vroeger je, met een kapsokje je, uh, je rugzakje kan ophangen. Uh, dus ja, maar uiteindelijk, dat werkt misschien voor ons uh, in ons voordeel, hè? een beetje, uh, zoals je net zei, intimiderend. Uh. Ja, maar er is ook heel veel charme rond die club natuurlijk. Hè? Jullie zijn toch een beetje het, uh, het, het knuffelbeest zeg maar, van, uh, van het Belgisch voetbal. Heel veel mensen gaan graag naar het Park Duden, want dat straalt heel veel uit. Uh, wen je eraan? Of blijft dat toch altijd uh, bijzonder? Uiteindelijk voor mij zit het ook het eerste jaar met supporters. Vorig jaar met de corona uh, heel weinig supporters gezien in de stadions. Dus voor mij uh, wennen, ik denk niet dat dat direct gaat wennen, het is... Uh het is om de twee weken dat we die supporters uh, kunnen zien. En, en tot nu toe zijn er telkens meer en meer uh, in de stadions tegen, tegen Antwerpen was was de staantribune uitverkocht. Dus dat was heel speciaal. En, en ook ongeacht het resultaat of hoe de match loopt, uh, 90 minuten lang is dat continu sfeer. Dus uh, ja. toch een van de speciale dingen denk ik in, in België. En dan train je in Kessel, vlakbij Lier. Dat is ook bijzonder. Hè? Wanneer komt dat nieuwe stadion er nu? Dat is een heel goede vraag. Ze, zijn er, of ze waren wat bezig met, met de locatie. Ze willen toch zo kort mogelijk uh, rond het oude stadion blijven. Om, om ja, zoveel mogelijk, zo, zo makkelijk mogelijk te maken voor de, voor de fans ook. Uh, maar wanneer dat precies gaat komen, daar nee. heb ik geen, geen antwoord op. Nee. Nee. We hadden het over corona. Heeft iemand van jullie de besmetting uh, eigenlijk effectief gehad? Schuldig, ja. Jij wel. Ja, klopt. En is het zoals we uh, het <coughs> nieuws zagen altijd van uh, de symptomen. De, de smaak, de geur. Is het zo of niet? Smaak en geur waren bij mij wel weg. Um, al bij al viel dat heel goed mee. Um, op het moment zelf um, niet echt ziek ziek geweest. Um, ook gewoon thuis blijven wonen. Het, het normale leven met gezin. Mijn vrouw en kinderen niet, niet besmet geraakt. Dus nee. uh, ook niet, zoals Jens Koos, bijvoorbeeld, die, die ging apart slapen. Um, dus die leefde echt apart van zijn vrouw. Dat heb ik niet gedaan. Um, dus ja, tot maar hoe bij... zat dat met uh, proeven? Ja, en... gewoon alles weg. Niks ruiken, niks proeven. Dat en hoe lang dan? Ja, dat ruiken en proeven heeft wel, wel maanden geduurd. Maanden? Ja, ja, dus ja. Dan uh, achteraf naar, naar Cyprus vertrokken. Um, ja, proberen te genieten van het leven daar. Maar ja, inderdaad, dus, de smaken... En, ja, dus, ik denk in mei ongeveer. Dus ik ben besmet geraakt in december. In mei ongeveer was het had ik echt het gevoel dat ik terug, terug dingen kon begin, allez, begon te ruiken en uh, dat ja. mijn vrouw ook zei van, ja, ik merk al nu dat dat terug aan het komen is, want er uh, ja, zijn momenten dat het uh, ja, dat, dat, dat gewoon niet binnenkwam. Het, uh. Uh, long in out VO2 max? Op dat vlak weinig, weinig uh, probleem gehad denk ik, maar uh, ja, qua, qua recuperatie en zo was bij mij, was, was heel anders. Uh, ja. Ook de eerste spierblessure gehad, ik weet niet of het ermee te maken heeft, uh, daar, daar niet, niet bovenop geraakt, nee. ervallen. En, en patiënt zero toen bij, bij Oipen, want ja, hij heeft wel samengespeeld met de levende legende, hè, met Adriano. Ja, het is... Ja. Die had het in, ook opgelopen, denk in ik. In Eupen is het heel snel gegaan. In het moment, uh, we hadden een midweek, uh, midweekwedstrijd. Uh, dan hadden we, ja, we twee dagen voor de wedstrijd getest worden. Ja. Hadden we er twee positief. Dan de, op de wedstrijd zelf waren er in de tussentijd nog besmet geraakt. Hadden we er zes positief. Dan zijn we op beerschot gaan spelen, iedereen samen in de kleedkamer. Leuke kleedkamer ook op Beerschot voor de bezoekers trouwens. Hoe klein? Uh, ja, niet nie aangenaam. Heel veel muren. Uh, ja. Ja. <laughs> ja. Ik uh, ben er geen fan van, ik zal het zo nee. zeggen. En zeker niet met, met corona dus. Uh. En die Adriano, werd hij constant lastiggevallen uh, voor verhalen over Messi ja. en shirtjes? Die en blokte... En... Nee, een hele, hele nuchtere gast. Uh, zoals Benito zegt, en het zijn ook maar mensen. Ja. Um, het was in, uh, one of the guys eigenlijk. Uh. Je bent er niet ooit een frangipane mee gaan Of een risotto <laughs> nee, met vader. <vaartuige. laughs> nee, absoluut niet. Nee, 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 zeker niet. Dat was uh, echt gewoon een super week. Ja, ja. ja, goed. Gaan we straks over verder, heer? Uh, actualiteit. Uh, toch eens even laten horen wat, wat een baaie Leij, de coach van uh, Standard, uh, zei na de afgelopen wedstrijd van uh, de Roosjes: De club heeft iemand nodig die de jouwtjes hebben. Ik heb het moeilijk om de mensen te doen, gentil avec met hen, te gullen. Ik wil niet altijd gullen. Na, die veelbesproken wedstrijd tegen Mechelen natuurlijk, tennisballen op het veld, supporters op het veld. De club of de spelers hebben iemand nodig die, uh, waar ze bang van zijn. Ik heb uh, geen zin om heel de tijd uh, ja, de, de, de boze trainer uh, te spelen. En dan plots komt dan toch later dat nieuws. Hoe kijk, jij kent Baijale? Je hebt hem gekend, Benito? Ja, ik heb hem gekend gehad. Uh, als dus Een verkeerdende figuur. Hè? Met een rustige, ik, ja, toen op dat moment de rustige man eigenlijk. En aan hem wat, wat, had dingen gevraagd toen ik net ook kwam kijken. Uh, maar ja, standaard, als je daar niet op verder gaat, standaard blijft een speciale club. Dus daar is het altijd wel wat onrustig. Ja. Ook al gaat het goed. Ze hadden natuurlijk, in het begin van het seizoen, hè, dan, dan kiezen ze niet meer voor Lestienne voor Carcela Dan verdwijnt er veel creativiteit. Dan moet uh, Amala moet dan de creatieve man zijn. Hoe kijken jullie naar dat team, waar heel veel vertrokken is? Moesten het hebben van mensen tussen de tanden, op karakter? Dante? Oh, um, nu... Voor mij persoonlijk nog altijd een, een goed team. Als je ziet wat er rondloopt. Uh, Oké, okay, hier en daar spelers vertrokken. Wat ieder jaar wel gebeurt. Maar uh, ik denk dat zij gewoon die, die balans. Uh, of de, hoe moet ik het zeggen? De, de, de connectie tussen elkaar moeten, moeten kunnen vinden. Misschien in een ander systeem. Misschien uh, uh, ja, wat meer buiten het veld of zo. Uh, die, die band opbouwen. Ik denk uh, dat er gewoon wel genoeg kwaliteit zit. Maar dat er. Dat ze, ja, dat ze de Team Spirit uh, net dat tikkeltje extra om voor elkaar ja. door het vuur te gaan, dat dat uh, net nog ontbreekt. Want Vroeger was iedereen bang om naar uh, Crescent te trekken, eigenlijk. Hè? Dan wist je, daar valt niet veel te halen. Publiek er bovenop, mooie club. Leeft dat nog eigenlijk? Ja, nu tegen, ja, tegen ons voor de klassieke, ja. was dat wel zo. Wel. Zelf met tien waren die echt heel goed. Alleen missen denk ik iemand die, die makkelijk doelpunten maakt. Dus ja. uh, Dat is hey. denk ik het grootste probleem op dit moment. Wij staan dat wil ik wel eens even weten van jullie. Ik kwam er ook al als kind wel eens af en toe. Uh, die die driedubbele tribune daar achter het doel. Hoe is dat nu om op stressate voetbal als dat kolkt, uh, Niels? Voor mij was dat uh, veruit het mooiste stad en het leukste stad als het goed draait, is dan daar om, om te ja. spelen. Ja. En werkt dat echt, die druk van dat publiek? Ik heb altijd in uh, kleinere ploeg gespeeld, dus dan, uh, ja, dan werkte dat wel. Uh, maar je kijkt er ook uit om, om, om in het weekend zo'n wedstrijd te spelen. En dat is een motivatie die je kunt gebruiken om. Uh, om zo kort mogelijk bij zo'n ploeg te geraken, denk ik. En, uh, ja, dat zijn de ideale, ideale matchen waar, waar veel mensen naar kijken om, om je te tonen. En, uh, ik was er nooit door geïntimideerd. Uh, ik probeer ervan te genieten. En, uh, ja, ook het moment als je daar op het veld stapt, uh, komt de catacomben uit, dan uh, heb je gewoon heel veel goesting om te voetballen. Ja, zagen jullie ooit jongens om jullie heen die er wel door geïntimideerd waren of die daar gevoeliger aan zijn. Want niet iedereen kan dat van zich laten afgeleiden. Ja, je hebt wel wat spelers die nerveuzer worden ja. als er. Uh... Als er wat uh, met publiek is. Maar ik denk dat heel veel spelers die nu, nu komen kijken. die hebben nooit met supporters gespeeld. En dit jaar komen de supporters, dus dan komen die van nul supporters naar. als je dan Standaard of andere bruggen. weet ik veel waar gaat. 20.000, 25.000 man. Dus dat is voor hen ook altijd, uh, altijd speciaal. Dus ik denk dat we daar wel wat, uh, wat moeilijker mee gaan hebben. Zeker als je dan persoonlijk wordt aangevallen, dan kan het voor sommigen wel wat, wat lastiger zijn. Ja, dat, uh, dat is een beetje de, de aard van de club. Hè. Er, is, er is altijd wel iets los. Het is een hele mooie club, hele, hele warme met, met heel goede fans. Mm. Maar ja, als het, als het minder loopt, dan uh, word je wel tot verantwoording geroepen eigenlijk. Hè? Ja, in Leijzer geval. Ja, Klopt. In het verleden ook al wel een paar keer. Maar ik vind keer. dat, als ik nu terugkijk, vind ik niet dat een Mbaye eigenlijk zo slecht heeft gedaan. Nee, ik absoluut vind niet. Ik denk dat hij heel, heel veel kwaliteit heeft verloren. En op dit moment eigenlijk ook zelfs niet. Allee, nu panikeren en uh, iemand ontslaan is, uh, is in mijn ogen vroeg, denk ik, maar bon. We zijn benieuwd wie je dan, uh, ja. wie hem gaat opvolgen natuurlijk. Hè? Ja, je ziet het meer en meer tegenwoordig. Hè. Heel, veel, heel veel trainers die zo ja, weinig krediet krijgen en, en vaak heel snel. Uh, Hoe komt uitleggen. dat toch? Ik weet het niet, uh, ze verwachten meer en meer, uh, misschien meer, niet, ja, druk van door andere redenen die, die misschien niet echt gekend zijn, uh, ik nee. weet het niet. Daar krijg ik dan wel eens stenen, puntje-puntjes van, dat een club dan zo'n man haalt en zegt van hé, uh, hey, uh, die kan goed met de jongeren werken, die past in ons project, die gaat uh, die goede dingen doen. En dan verliest hij vier keer, oh, miscasting, we hadden hem niet moeten pakken. Dat hoor je wel regelmatig, hè? Inderdaad. Hoe gaan jullie daarmee om? Is, is voor jullie een trainer een passant en de volgende, hup, en ben je er niet van wakker? Of hoe gaat dat? Een trainer? Maar als je in een slechte situatie zit, wat ik had vorig jaar in, in Schalke, heb je vijf trainers gehad, dus... De eerste weken lopen terug goed, omdat iedereen vecht voor, uh, voor elke bal. Je wilt spelen, je wilt je tonen. Maar als het drie weken niet goed gaat, dan kom je terug in, in die, die miserie van vroeger. De kern blijft het Die goed. Wagner, dus, uh, die Daum, wie heb je nog allemaal gehad? Uh, nee, ja, uh, Groos heb ik gehad, Baum heb ik gehad, Kramontis heb ik gehad. Uh, en Steven geef eens een voorbeeld van, van uh, wanneer je als spelersgroep voelt ze hebben het niet meer in handen Wat gebeurt er dan concreet waarom merk je dat? Tactische besprekingen, trainingen die. Uh, ik heb een training gehad uh, vorig jaar met de trainer die er nu nog is, uh, het was echt heel slecht. De kwaliteit trok op niks. En dan komt een trainer bij de spelers en die kijkt en zegt van. Nee, het gaat niet meer. Kop naar beneden en die is gewoon weggegaan. Dus hij wist zelf niet meer wat hij moest zeggen tegen ons. En dan wisten we van okay, het is goed geweest. Ja, ja. Dus, uh... Bij jullie zit een innemende man hè, met, met heel veel talent, met heel veel karakter. Ook een echt een door het leven gekneden ziel eigenlijk. Dat mag ik wel zeggen, Felice Mazu. Omschrijf hem eens in, in een zin. Goh, ik denk dat het uh, een man is met, met sowieso het hart op de juiste plaats. Een heel familiale, warme mens. Uh, Buiten het voetbal en ook gewoon uh, in, het, in de voetbalwereld. Ja, met de ervaring die hij heeft van in, van in Charleroi in de voorbije jaren, weet hij gewoon ook perfect uh, hoe dat hij een ploeg moet neerzetten en een beetje uh, de ploeg laat spelen op basis van, van de kwaliteiten van de spelers. Uh, en dat is één ding voor een coach. En ander, een ander ding wat voor mij heel belangrijk is, is het uh, psychologische. Uh, Geef daar eens een voorbeeld de... van, hoe hij jou dan prikkelt, of de groep, maar misschien jou persoonlijk. Goh, bij mij is gewoon, uh, hij weet dat ik iemand ben die vertrouwen nodig heeft en, en ook mijn momenten uh, ja, op training of, of buiten de trainingen van ja, plezier kunnen maken en me goed kunnen voelen. En, en hij kan dat perfect combineren. Hij is zelf iemand die heel veel wil lachen en plezier wil maken, maar op de juiste momenten gewoon serieus is en, en enorm veel respect van, van, van de spelers naar elkaar toe vragen, vraagt en, en ook naar hem toe. Uh, dus ja, is gewoon een man die, die wel uh, zowel als, als, als ja. mens heel sterk is. Hij was ook heel aangedaan door jullie gesten nadat zijn, zijn mama is overleden. Wat hebben jullie gedaan dan? Ja, uiteindelijk... Uh, heel speciaal was het niet, maar ja, de, de match voor Mechelen hebben we dan allemaal als verrassing voor hem een t-shirt aangedaan om, om ons medeleven te, uh, te tonen. En anderzijds gewoon op training ook... Ja, hij stond er uiteindelijk altijd voor ons, zelfs uh, dagen nadat, uh, nadat mama overleden was. Dus dat toonde ook gewoon het respect dat hij heeft naar, naar ons toe. Uh, ik denk gewoon dat wij uh, hem die weken uh, zeker met respect ook terug behandeld hebben. En ook niet te veel verwacht hadden van hem op training. Uh, ik denk het feit dat hem daar rond staat om, om bij ons te zijn, uh, zegt gewoon al genoeg uh, qua karakter. Ja, we hebben ook een tijdje niet gezien uh, voor de microfoon. Heel begrijpelijk natuurlijk. Carol Gerens deed dat dan. Hoe diep zou hij doen? Want dat heeft hem echt geraakt. Hè? Ja, ik bedoel, ik kan mezelf niet voorstellen. Ik bedoel, uh, als uw mama. Plotseling ook nog uh, sterft, uh, is moeilijk. Ik denk ook, hij heeft ook niet echt uh, een moment gehad om, om, om dag te zeggen, zal ik maar zeggen, want het is van het een op het ander moment gebeurd. Dus uh, uiteindelijk zit, 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 dat, zit dat enorm diep en dat, dat, dat gaat door heel je lichaam. Uh, maar ja, toch. De man die hij is, is, uh, hij is, hij is heel sterk qua karakter en, en, en emotioneel uh, is, hij wel, is, hij, is hij prikkelbaar, maar hij heeft zich wel uh, enorm sterk gehouden voor, voor de groep. Is hij de beste trainer die je ooit hebt gehad? Ik, ja, ik moet wel zeggen van wel. Ja, ja totaal pakket. Ook, uh, ja, voor mij wel. Ik heb heel veel trainers in Genk gehad waar ik wel enkele maanden altijd mee gewerkt heb, maar... Ik werk nu al een, een jaar en een half met hem samen en hij is toch wel de trainer waar ik het meeste uh, van opgestoken heb en het meeste uh, ook respect naartoe heb. Ja heren, dat zijn de zware onderwerpen in het, in het leven. Hè? Omgaan met uh, verlies, dat soort dingen. Gelukkig kan en mag er in het voetbal ook vaak uh, gelachen worden. Het is altijd moeilijk om van het ene naar het andere onderwerp te gaan. Maar we gaan skypen zometeen met een, uh, een hele goede voetballer van uh, Club Brugge. Jij mag hem even introduceren, Niels. Want je hebt er bij Mechelen mee samengespeeld. Wat is jouw beste uh, Mats Rits herinnering of verhaal? Uit Goh, de backstage beste. van het voetbal. Nee, dat je uh. kan vertellen dat die man morgen nog naar de bakker kan. Nee, gewoon. Uh, Wat herinner je? <laughs> Ik herinner Mats. Allee dagelijks contact met Mats, Maar uh, het mooiste aan Mats is uh, hoe dat hij gewoon kan genieten van het leven en uh, in het weekend er, allee, er altijd staan. Um, ja, het is, we hebben een kut in Mechelen. Avondje doorgezakt, uh, in, de, in de bruine rummetjes ge, gevlogen en daarna hadden we een looptraining met Jankovic in het park in, in Mechelen. <laughs> um, ja, gewoon niet achter Mats lopen op dat moment qua, qua geur. En, uh, dat is het enige, enige moment eigenlijk dat ik Mat <laughs> echt heb moeten doortrekken. <laughs> dus, uh, maar hij, hij zal er altijd staan en het is ook, het is ook echt een vriend. En uh, dat gebeurt heel weinig in het voetbal dat je echt vrienden maakt. Uh, maar ja, want als je trouwt, dan, uh, dan nodig jij dat soort mensen allemaal uit, denk ja, ik. Hè? Absoluut, maar uh, ja, Mat zie ik niet meer als uh, als ex-collega of weet ik veel. Wat. Dat, is, dat is gewoon iemand die nu in mijn leven is en dat ik in mijn leven wil houden eigenlijk. En uh, het is iemand die er altijd zal, zal staan voor mij, en zelfs voor mijn gezin. Uh, maar zijn vrouw van hetzelfde, dus uh, heel, ja. heel warme mensen. Ik, ik hoor altijd van die, van die Buffalo verhalen vanuit Mechelen. Buffalo, dat, dat klinkt Gent, maar het is eigenlijk ook een beetje Mechelen. Wat is dat eigenlijk exact? zeer vermoeiend spelletje. Um... En jullie moeten dan kijken of jullie het kennen of een variant ervan ja. kennen, Benito en Dante. Ik denk Hoe dat het dan... Dante het wel zal kennen. Dus, uh, ja, ik ken het wel. Jij kent het ook? Ja. Ik veronderstel wel, wel met wat een, is het? Een ja, dat met het drankspelletje dat je met links zeker verplicht bent om te drinken. En van de, van zo als zodraag... je van, van zodra dragen met je rechtshand uh, iets vast hebt en uh, het niet in verbinding is met uh, met linkse hand en er wordt Buffalo geroepen, uh, dan zet je verplicht om wat voeden om te drinken. Snap maar... jij het? Ja, Ja, gaan we doen, als wit. Maar, ja, ja, dus je, dus ja. iemand probeert jou iets <laughs> aan te bieden. En je maar, maakt, niet maakt niet uit. Je mocht het niet met, met de rechtse hand uh, ah. alleen. Oké, okay, maar ze doen er alles aan zodat je dat wel Ja, ja, ja ook. maar ook bijvoorbeeld met, met kokende thee. Uh, maar echt? Ik weet, Glenn Klaas vroeger uh, een liter en een half melk voor de training. Uh, oh, <laughs> en en dat moet dan binnen? <laughs> ja, okay. mocht één keer stoppen. Uh, Oké. Okay. <laughs> Wat ja, is ja, de, de straf als je het niet doet? Vra, vroeger in Mechelen was dat uh, vrije slag op de billen van uh, iedereen die dat meedoet. Vrijslag op de billen. Vroeger, nu, nu weet ik niet man. Ja. Hebben jullie soortgelijke dingen nu of vroeger meegemaakt? Nee. Nu, niet echt, nee, Zo nee. spannend is. Uh... Weet je wat, we gaan het gewoon eens aan Mats Rits uh, zelf vragen. Goedemiddag, Mats Rits. Goedemiddag iedereen. Klopt dat allemaal wat die schouder hier komt te vertellen over de Buffalo en de, de vrijslag op de billen? Die heb jij waarschijnlijk nooit moeten ontvangen, of wel? Uh, kan ik kan me niet meer herinneren, ik weet dat ik er wel een paar heb gegeven. Maar het klopt wel allemaal wat dat dan zegt, ja. Ja. Uh, maat, vrijdag vandaag, of niet? Ja. Maar hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Haal je dan wat familiebezoekjes in? Zit je te Netflixen? Wat doe je dan? Uh, een aantal jobjes thuis. Uh, wel een afspraak bij de dokter, uh, voor mijn vrouw, die zaken allemaal. Dus dingen die uh, moeilijk te plannen zijn in, uh, in een week als het voetbal is, proberen we dat nu te plannen. Ja, Wat is er blijven hangen bij jou dag na de wedstrijd in het uh, Lotto Park tegen Anderlecht? gelijkspel? Ik ben correct de uitslag. Um, Anderlecht speelt een goede wedstrijd. Wij waren niet op ons best. Um, en ik denk uh, als je de wedstrijd bekijkt, de eerste helft, aan weerskanten, een aantal lopen kansen waar het 1-0 is met rust. Het kan 1-1 zijn of 2-1 of 1-2. Twee. Um, en tweede helft één keer meer in gesloten wedstrijd. Ja, jullie hadden wel. Redelijk goede kans. Jullie sneden er af en toe wel doorheen, hebben niet in helft nummer 1. Ja, dat was de bedoeling. Om, uh, ja. om we wisten hoe dat Brugge speelde. Dus dat hebben we denk ik perfect uitge, uitgevoerd. Alleen, ja, als we niet scoren, dan uh, kunnen we niet winnen. Wat zijn Compagnie? Het, 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 met, dat was ook echt het gameplan voor de wedstrijd, die ruimte in die rug gaan zoeken. Ja, niet alleen dat. We weten dat Brugge zo goed als man, man tegen man speelt over heel het veld. Dus als je hem lopende mensen hebt, dan, dan wordt het moeilijk. En dan kun je niet heel de wedstrijd iedereen gaan rondlopen en uh, gaan achtervolgen. Ja. En dan kan het wel niet zijn dat er meer ruimte is. En dat was gisteren wel het geval geweest. We pakken die golden nog even bij. Uh, om te beginnen. De eerste Die was uh, van Mats Rits, dat zag je denk ik zelf niet meteen aankomen. Dat ging heel snel uitvoetballen bij Anderlecht dat liep fout en toen gebeurde er dit. Nee, dit is een ja, 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 onbegrijpelijk blunder van van Krombrugge. Maar hij hey, Mats Rits zal dat was hem niet aantrekken. Maar Dinsdag in Leipzig scoort hij ook vandaag. Veel makkelijker gaat hij ze niet krijgen. Ja, ik kreeg die bal zomaar in de voeten. Maar ja, het moet ook gezegd worden. Van Comburg zet dat dan wel helemaal recht met twee geweldige uh, saves. Zo houdt hij zijn dus team weer recht. Uh, Mats, dat ging even heel snel. Hè. Wat zit er in je hoofd dan gewoon? Ja, Je gaat sowieso druk zetten, maar plots gebeurt dat dan. Split second. Wat ging er door je heen? Nou, nee, niet de bedoeling dat ze van ons voor vrij hoog druk te zitten als Hendrik uh, de bal had. Omdat André toch in de ploeg is. En ze waren wel aan het rondspelen. En op een bepaald moment maak ik de gok om... Om te anticiperen op die pas En het was een goede ook. En uh, daardoor kwam ik ervoor en kon ik hem in één tijd binnenschieten. Ja, er zit hier nog iemand in de studio. Die heeft ook gescoord natuurlijk. Dus die gaan we ook even laten zien. De goal van Benito, de gelijkmaker. Hier de snelheid van Ramon En een aanspeelpunt aan de tweede paal. Of ja. zelf scoren. Fantastisch gedaan, Benito Rammel! Tweede minuut dat hij erin staat. En hij is de man van het doelpunt. De mic drop, dat was uh, spontaan. Je liet de microfoon vallen, denkbeeldig, virtueel. Ja, dat was alleen maar voor uh, deze wedstrijd. Dus, ja. uh, uh, Is het nog een spits bij? Uh, wat ik me dan afvraag, je, je komt op die rechterflank en dan denk je in principe nog aan assist geven. Dan kom je dichter bij die doelman en soms komt er dan een soort van ja, schakelmoment in dat hoofd. Nee, ik ga die gewoon binnenprikken. Hoe ging het bij jou? Ja, ik heb nooit gedacht om. om Alleen ik zag wel mijn medemaat meelopen, maar ik had nooit gedacht van ik ga die bal afgeven. Want er waren drie verdedigers van Brugge en hij liep daar heel van achter. Dus kon ik die niet spelen en ja, dan zag ik uh, Simon op zijn rechterkant meer gaan, dus dan wist ik van daar kan ik hem, kan ik hem trappen. Dus tegelijk heb ik eigenlijk heb ik gehad dat die, uh, die binnenging en niet op de paal. Ja, en dan de mic drop, dat was een mooie feeling. Hè? Ja, ik heb een hele wedstrijd, ben ik al wat uitge, ay, uitgefloten geweest, hebben ze was het en weet ik veel wat, dus dan dacht ik van... Uh, dat mag, was jouw reactie. Dat is ook de enige droppen. goede reactie natuurlijk die, die je kan en, en, en moet hebben. Gewoon, hè? Je start op de bank, je komt in, er zijn wel wat uh, gezangen en plots doe je het dan op die manier. Ja, ik was, ik was de enige spits, die of de twee die van voor staan, die diep, diepgang bracht. Uh, Met Siske ging dat ook, maar die staat dan iets lager. Dus dan ja, had ik, uh, heeft de coach een goede beslissing ja. gemaakt. Ben je daar wat matuurder in geworden? Want vroeger ging je daar best mee om. Hè? Je denkt wel na over dat soort zaken, denk ik. Hè? Van... Tegenwoordig nu van zo de kalmte bewaren. En... Ja, ik was heel ontgoocheld wat voor de wedstrijd. En dan, zag, dan zag iedereen gewoon aan mijn gezicht in de kleedkamer dat ik echt, uh, ik kan niet zeggen niet, geen zin in, maar gewoon dat het anders was om. Om in die wedstrijd te stappen. En uh, ja, dan is dat meer en meer gekomen als je dan de wedstrijd volgt. En dan heb ik, uh, heb ik die, die goede reactie. Even, dus. Ja, uh, Mats, kom ik terug bij jou. Na die uh, geweldige, uh, glorieuze zege in Leipzig, zeg maar. Uh, je pakt dan een gelijk spel. Op zich is dat uh, best oké, okay, natuurlijk, uit bij Anderlecht. Wat, wat zei Clément meteen na de wedstrijd in de kleedkamer? Wat was zijn boodschap? Ja, een beetje vergelijkbaar met mijn gevoel van de wedstrijd. Als dus ik zeg van oké, okay, ja, het is een correcte uitslag. Uh, Wedstrijdverloop was, was, was een gelijkspel, correct, denk ik. Um, dat wij niet op ons best waren, dat we, dat we net dat extraatje misten wat we in Leipzig wel hadden. Um, dat we dat misschien door vermoeidheid of door andere redenen, dat we dat net niet hadden in deze wedstrijd. En um, dan kan je niet winnen op het Ja, ik moet het even vragen, want je, je hebt giganten in die groep zitten natuurlijk in Europa: hè. PSG, Leipzig, City, noem het allemaal maar op. Maar we moeten toch ook durven dromen? Wat denk je, Mats? Tweede plek? Ja, als je mijn papier heeft, wil ik dat gerust tekenen. Dat zou toch uh, uniek zijn, hè? Maar uh, ik denk dat we gewoon wedstrijd per wedstrijd. moeten kijken. Ik denk, als je op voorhand zegt na nou, twee wedstrijden, vier punten, ja, dat zou inderdaad uh, niemand gelooft. Um, dus we hebben het nu. Dus okay, ja, we gaan nu uh, tegen Manchester City spelen. Dat is iets wat ik zelf nog nooit heb gedaan. Uh, toch een van de beste ploegen van de wereld, denk ik momenteel. Uh, dus we gaan kijken hoe het dan loopt. En, uh, ook voor de overwintering hebben we natuurlijk een goede zaak om mee op Leipzig te winnen, wat toch wel belangrijk is voor ons. Ja, neem ons eens even mee in de backstage. Je komt daar van het veld, er zijn de mediaplichtplegingen. Dan was er pizza, heb ik gezien. Was het goede? Ik heb nooit niet zoveel honger, vlak na mijn meisjes. <laughs> ik heb ook dan... een klein stukje gegeten. Uh, neem ons eens even mee, hoe gaat dat dan verder, die, uh, die red race tot uiteindelijk in je bed? Hoe snel en hoe lang duurt dat? Hoe gaat dat? Dat duurt heel lang. Ja, op zich, in, uh, qua sfeer in de kleedkamer, is dat niet altijd makkelijk, omdat er heel veel verplichtingen zijn na de wedstrijd. Een aantal jongens moeten naar de pers. Een aantal jongens uh, zijn al aan douchen. En zo verder en zo verder. En dan vertrekken we eigenlijk uh, direct met de bus naar de luchthaven. Uh, dus dan stijgen we vandaar uh, op naar Oostende. Oostende zijn we half vier aangekomen, denk ik. Dan is het uh, direct weer in de bus naar Knokke. En dan, uh, Normaal gezien zouden we blijven slapen hebben op Basecamp, maar we hadden een vrije dag gekregen de dag nadien. Dus ben ik nog uh, naar Ons Lieve Waver gereden. Uh, voor toch nog even een dag te zeggen tegen mijn vrouw. <laughs> die, die herkende jou nog? Die verschoten, want hij wist niet dat ik ging thuis kon. Nog schitterend, hè? Er lag niemand anders naast. Ja. Hoe kijken jullie naar dat, naar dat schitterende parcours wel van Brugge Dante in Europa? Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat is verrassend, maar uh, ik geniet er wel van eigenlijk. Uh, toch, uh, ja, je, kunt, je kunt zeggen dat de, de, de topploegen van, van, uh, van Europa, en uh, als je ziet wat voor voetbal zelfs, wat voor, voor spel ze brengen tegen, tegen hun, uh, is wel uh, chapeau. En Niels niet te vergeten, je weet, ik heb nog vaak een tweede klasse matje gedaan, daar zag ik een en Schouter erbij, Oipen, maar ook Clinton Matta, die liep daar met zijn dreads op de rechterflank. Zeven passen had hij heel de flank afgedweld. Hoe kijk je naar zijn evolutie? Het verbaast me niet. Het de, de jaar dat ik met Clinton gespeeld heb, zag je dat. Hij uh, was toen nog heel jong. Ik denk dat hij nog altijd jong is in zijn hoofd. Uh, ik denk dat Mats dat wel kan bevestigen. Uh, heel speeld. Uh, maar je zag wel dat hij heel veel kwaliteit had en mogelijkheden. En uh, ik denk dat Clinton vooral de juiste keuze heeft gemaakt qua clubs. Uh, en ja, hij is wel matuurder geworden op het veld, natuurlijk. Ja. En, uh, ja. het is, uh, ja. Vrij complete speler. Hè. Ik denk niet dat er iemand in België is die graag tegen Matta speelt op dit moment. Nee, ik had veel verwacht van dat Gomez-Matta duel, maar dat kwam er niet helemaal uit, omdat die elkaar misschien ook een beetje neutraliseerden op die flank. Maar die Matta, een inkijk in de persoonlijkheid. Mats, die kamerbrede glimlach altijd. Um, wat is jouw leukste moment met Matta van, van dit of van vorig seizoen? Wat, wat komt er meteen terug binnen? Matta komt binnen en het is feest, want hij, iedereen lacht. Ja, net wat je zegt. als Matta binnenkomt is het feest. De jongen is altijd super vrolijk, er zorgt altijd voor sfeer. Er zet Nederlandstalige slagermuziek op in de kleedkamer, waar het dan helemaal wild op wordt. Het is gewoon een fantastische kerel en een fantastische speler. natuurlijk. Maar vooral als mens een genot om in je kleedkamer te hebben. Zou je de tekst al begrijpen van die slagers en wat zet hij dan zoal op, maat? Na Leipzig nu, had hij een, een eigen huis opgezet. <laughs> Uh, en dan zit hij daar maar te springen. Ik denk niet dat iedereen wordt van begrijpt, maar hij zal de melodie leuk vinden, veronderstel ik. Schitterend, hè? Uh, we gaan bijna afronden. Uh, Maatje, je bent ondertussen, denk ik, 28 jaar jong, klopt dat? Dat zie je er nog niet aan, hoor? Je ziet er nog altijd, uh, hoe zullen we zeggen, 25,5. Jongens, je ziet er nog goed uit, hè? Ik ga is wel ja, dat zwijgen. Maar je bent nu eigenlijk al bijna een routinier aan het worden. Um, dan neem je waarschijnlijk wel wat jonkies onder je hoede. Wat fijn is misschien voor de clubruggefans fans die dat niet weten. Je hebt natuurlijk dus een hele grote heren rondgelopen in Amsterdam. Hè. Um, hoe kijk je daarop terug? Was Vertongen bijvoorbeeld voor jou een soort van ja, uh, iemand die jou begeleidde? Ja, absoluut. Ik ben daar ben gekomen toen ik 18 jaar was en inderdaad. Um, van de Belgen was dat met Alderwereld en vertongen. En uh, die hebben me daar ook wel goed begeleid. Jan heeft me ook even het nachtleven laten zien. Dat herinner ik me nog één avond daar. Uh, dat was ook wel eens fijn om mee te maken. En hoe liep dat uh, af? En... Wat hoe liep dat af, die avond? Gewoon in mijn eigen bed, dus niet slecht, in. <laughs> en, oh ja, e Eriksen zat daar toen ook, denk ik, hè? Eriksen, uh, Soleimani, Aissati... Uh, Elam Daoui. Ja. Er zaten heel goede spelers bij. Jou. Je weet, ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil daar nog graag twee dingen over weten. Het EK, dan zien we allemaal, uh, we houden de adem in, want Christian Eriksen ligt daar dan. Dat komt bij jou nog harder binnen, vermoed ik. Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik zat toen uh, bij mij in de tuin, en de tv stond buitenop. En ik was eigenlijk niet aan het kijken. En uh, ze riepen dan aan de tv: oké, okay, ja, dat, dat komt dan wel binnen, omdat je toch. Iets meer band mee hebt, um, ondanks dat we elkaar nu niet meer spreken of zo. Uh, maar natuurlijk, dat is, dat is heel triest om te zien en uh, dat komt dan wel hard binnen als voetballer. Ja, en als, als jonkie, om af te ronden, Mats. Um, voetbal, ook bij Ajax, veel sterren, veel verdetten, dus veel bling-bling. Wat is het meest exuberante wat je rondom jou gezien hebt toen, toen jij nog pakweg met de go-pass moest reizen en dan zag je om je heen gasten met ja, misschien wel elke dag een nieuwe Lamborghini of hoe ging dat? Mm, nee, de niet meest exuberante was dat er iemand van de eerste ploeg met Jong moest meedoen. En dat hij uh, voor de wedstrijd naar Cartier belde. En die kocht daar uh, alle telefoon Een armband van 25.000 euro. Ja, en wat denk jij dan? Ja, dan denk ik ja. Dat heb ik niet. Nee, nee. nee schitterend. Goed, uh, ja, willen jullie nog wat vragen aan Mats? Of goeiedag zeggen, Niels? Want je, je, je ziet hem amper waarschijnlijk het, dat drukke leven. Nee, we proberen elkaar wel uh, Moet elkaar, te Moeten zien. jullie elkaar nog geld op de poef of zo? Je uh, kan het nu regelen. Ja. Hij heeft mij zaterdag lekker eten beloofd, dus ik ben benieuwd. <laughs> wat gaat dat worden? Ja. Dat uh, weet ik niet, maar het hè? gaat niet zo, goed, niet zo goed zijn als Niels, want ik <laughs> moet wel beamen dat Niels goed kan koken en dat zijn franse pannen lekker zijn. Ah, voilà, kijk eens aan, dat is mooi. Uh, hartelijk bedankt voor je tijd, uh, Mats Rits. Doe het nog goed, de groeten daar in Brugge. En geniet maar van de uh, vrije tijd. Ga je, ga je vliegen? Ga je een tripje doen? Wat ga je doen? Nee, nee, ik moet zaterdag koken voor Niels. Hè. <laughs> o ja, ja, ja oké. Okay. Bedankt, Mats, En tot uh, snel, hè? Jo, zal ik Ja, uh, Geen CT-trip. Hebben jullie wat gepland, uh, heren? Bij Benito, misschien is er wat vrije tijd. Ja vandaag en uh, morgen vrij en dan zaterdag zondag vrij. Dus uh, ja. dan zullen we zullen wel zien wat komt. Even op en af naar L.A. of zo of Ibiza. Uh, zit er hier iemand die dat weg wil? Dat kan. Dat kan. Alleen nu, nu dat is iets te ver, maar ja. Ibiza is nog een, op, op, een optie denk ik. Ja. wat is dat met voetballers en Ibiza Dante? Want ja, jij kent dat ook, hè? Ik ken het ook, maar ik ben er nog maar eenmaal geweest. Uh... Met wie ga je dan? Goh, dat was eigenlijk nog wel een speciaal verhaal. Ik, uh, ik zat in een beerschot uh, met Alexander Maas uh, en die had mij uitgenodigd om met. Uh, ja, hij is heel goed bevriend met Thibaut Courtois. Uh, om met hem en nog wat, wat vrienden naar Ibiza te gaan en dat was wel uh, apart, want ik heb daar toen uh, eigenlijk uh, genoten van pak een week vakantie zonder. Uh, zonder iets te moeten financieren. Uh, dus dat was wel. Ja. ja. Dat was gewoon een nieuwe wereld die voor mij daar openging. Ik bedoel, ik ben overal naartoe kunnen gaan. Uh, dankzij, dankzij hun. En uh, alles wat ik daar gezien heb, dat was toch wel. Uh, ja, van, van een niveau, niveau hoger wel. Wie heb je nog ontmoet? Goh, um, we zijn in Madrid naar zijn match gaan kijken. Daarna zijn we doorgegaan naar de club. En uh, toen liepen daar jongens rond als. Goh, uh, wie was het? Uh, ik ga me niet meer op de naam komen, maar uh, ja, jongens die je gewoon op tv ziet, jonge gasten nog, zo'n zo, pak 20 jaar, die, die net op de doorbraak staan. En uh, ja, uiteindelijk, zoals Minito net zegt, dat zijn het ook maar gewoon mensen die ook een goede dag komen zeggen en, ja. en ene drinken met u. Dus, uh. En Benzema die geeft er wel een terug als je tracteert, of niet? Ja, die was er wel niet, denk ik. Nee, uh, nee, nee. nee. Vooral de jongere gasten die, die altijd daar zijn. Ja. En in Ibiza hadden al de vrouwen een bikini met rug nummer 13 op, of niet? Nou, geen bikini zelf. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat is nog no beter. Uh, heb jij grote panneels? Want jij bent wel een beetje de, de familieman par excellence in het voetbal. Goede ja. vader. Goeie vader, heel vader. Dat, heel dat, goeie dat, vader, dat ja. wordt toch altijd verteld ja. over jou? Het staat nu uh, in het teken van de kinderen, meestal. Hè? Dus uh, ja. vrije momentjes. Uh, Mijn leers is het ook iets minder professioneel. Zo. Dus ik uh, kan er wel van genieten. Zoals op wedstrijddagen met Eupen bijvoorbeeld. Zet je allee, altijd op, op afzondering. Uh, nu kun je mee naar de voetbal gaan kijken met de kinderen. Het uh, zal zaterdag niet anders zijn, denk ik. Ja, uh, dus uh, ja, zullen genieten. Ik wilde eigenlijk zeggen: die man heeft net een half jaar vakantie gehad, hè? want hij voetbalde in Cyprus. Benito. Heb jij ooit, ben jij ooit gebeld om in Cyprus te gaan voetballen of in Griekenland of dat soort landen, Turkije? Uh, in Rusland. Ah, waar dan? 200 kilometer van Moskou, Arsenal, Tula of zoiets. Ah, ja. Dat was toen ik met een ander management zat, best aan daar, zei ze als je wilt kun je naar daar gaan voor zoveel. <laughs> Wat schuifde dat? Uh, veel, dat? Hoeveel was dat? Uh, 400.000 net -achtig. Kijk eens aan. En ik had gezegd, ja, laat maar zitten. Niet om het geld te doen, maar omdat ik niet naar, ja, naar Rusland wil gaan. En als het daar problemen zijn, moet je dan je geld gaan, uh, ja. gaan vragen in het Russisch en dat kan ik niet. Dus, nee, nee, voilà. <laughs> en uh, wat kennen we nog in het Rusland? Spasiba. Dat kennen we. Uh, kloppen alle clichés over Cyprus? Uh, Niels, jij speelde bij Larnaca uh, van Oypen. Ging je daar naartoe? Ja, wat zien wij dan? Dan zien wij... Uh, voorzitters, <laughs> dan zien wij... Zorg dat je je geld hebt, want achteraf ga je het niet krijgen. Dan, dan zijn wedstrijden van tevoren al bepaald hoe ze gaan eindigen. Dat zijn de clichés. Kloppen die? Het is, ook, het is ook het gevoel dat je hebt als je naar daar gaat. Hè. Dus dat, is, dat, is, dat zijn wel dingen die je nu achterhoofd hebt. Uh, Loesjeke uh, voorzitters hadden we niet, dus het was gewoon uh, ja, in private handen. Eigenlijk, zeg maar. Wat was er wel dat, een... bel, dat wel markant was? Ja, iets wat, wat ik heel, heel raar vond met uh, <clears throat> mijn scheidsrechters was dat wij tegen Limassol speelden, tegen Ayl ik uh, denk drie keer in de, van, de, van januari tot, tot het einde van het seizoen en dat wij drie keer de, de scheidsrechter hebben ah, ja. dus van die dingen die kan ja, toeval zijn kan toeval zijn of niet maar ik denk allee, zoiets zal in België bijvoorbeeld niet gebeuren uh, ja, als er tijd als er werd tijd geroken uh, het gevoel hebben dat scheidsrechters mee tijd trekken en, maar dat is ook inderdaad omdat je bevoordeeld wordt uh, voordat je naar daar gaat denk ik dus, <kliek> ik heb, ik heb geen, uh, geen rare dingen gezien uh, maar het is gewoon het zit er vol Russen ja, dus ja. er zijn veel, veel clubs met Russische voorzitters. Uh, en daar moet je wel op letten natuurlijk. Ja. Maar die villa op je berg met uh, zwembad ja. en drie butlers... Dat ja. Maakt ja, die villa was er zeker, absoluut. Ja. Ja, als je in een land als Cyprus zit, moet je... Had moet je had toch een voetbadje? Ik had een zwembad, uh, Dave, absoluut. <laughs> dus ja, ik, uh, ook allemaal uh, in functie van, uh, van het gezin. Daar, daar, allee, ...gezorgd dat alles in orde was. Eh. Ja, dat wilde ik vragen, want dat was eigenlijk toch een grote stap. <coughs> maar honkvast, iemand als jij. Die eerste dag, vertrekken. Jij, je gezin, luchthaven, afscheid. Hoe gaat dat? Nee, de eerste, de eerste twee weken waren ze mee, omdat het in, in de kerstvakantie was nog. Um, dat is allemaal geen probleem. Alleen, um, als ze uh, terug vertrekken naar, naar België... Um, ik moest uh, gaan trainen in de namiddag, ze hadden in de namiddag hun vlucht. Dus op afscheid. Ik zat nog op hotel toen, dus uh, ja, dat is... Uh, je ziet je kinderen, je weet dat je ze moet, moet achterlaten, ze moeten vliegtuig pakken, je vrouw ook. Ik um, ja, ben absoluut ben een familieman. Ik ben iemand die heel graag thuis is. Um, en op dat moment is dat iets, had ik zoiets van: sorry voor mijn taal, maar wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Um, waarom, allez, waarom doe ik dit? Um, is, is het allemaal wel waard? Um, dus ja, dan, dan zit je vier maanden alleen. Um, Steffi is dan heel vaak met de kinderen op en af gekomen, met corona. Begrepen zij dat, als ze dan weer weggingen of niet? <coughs> zo? Ja, de eerste reactie als ik uh, aan het overwegen was om naar Cyprus te gaan, was dat de kinderen... Ja, ze hadden schrik dat hun, hun kamer ging weg zijn thuis. Dus ze dachten dat we allee, in hun hoofd is dan verhuizen, is, uh, huis verkopen en uh, nooit meer terugkomen thuis. Dus, ja. dus op dat vlak was het eerst hun geruststellen. En ja, het is niet gemakkelijk. Je wilt zo duidelijk mogelijk zijn naar hun toe. Um, daarmee dat we ook beslist hadden dat ze het schooljaar gewoon afmaakt in België um, en dan achteraf zou afkomen. Um, maar ja, dan uh, komt er een, een Spanjaarden aan in Cyprus uh, die er anders over beslissen. En, uh, ja. Ik weet uh, dat ik dan de eerste week in, in de voorbereiding alleen naar Cyprus ben gegaan, omdat de kinderen nog school hadden. Dus dan kwam mijn vrouw aan met de kinderen en de, en de kat van thuis. Dus ook allemaal mee. Ik had geen er dan een hond genomen. Dus, uh, Allee, het was heel leuk daar, daar te zijn. Maar... Welk merk? Shiba Inu. Dat ken ik niet. Ken jij dat? Zeer mooi. Ik zie hoe dat eruit ziet. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dat is wel goede reclame om in het buitenland te gaan voetballen. Dan krijg je goesting van. Hè? Nee, maar ja, het, is, het is gewoon als je. Ja, het is, allee, ja, iedereen, is iedereen kijkt naar, naar voetballers en wauw, fantastisch dit en dat. Maar nou, alles heeft ook keerzijde natuurlijk. En, ja. Uh, ja, in mijn situatie is dat nu slecht afgelopen, Cyprus. Um, Ah, het het hart is, je moet gewoon ervoor zorgen, in mijn ogen dan, Allee, kinderen en familie op de eerste plaats. En dat moet allemaal in orde zijn. En en dat dus is ook anders, denk ik, als je kinderen hebt. Tuurlijk, hè? Als je kinderen al ouder zijn, dan ja, kun je die niet zomaar meepakken. Als je ja. geen kinderen hebt, kun je zeggen, we zijn een paar jaar weg. Maar met kinderen gaat, ja, ja. Dat, uh, gaat dat niet gaan. Jij bent ook dat die hebben, niet? Wat is het mooiste ja, aan ja. het vaderschap? Hij slaapt. Lekker ja? rustig. Ja. Nee, nee hij is uh, heel een heel brave baby. Het, uh, hij slaapt altijd goed, hij eet goed. Dus eigenlijk heb je daar, uh, daar geen last ja. van. Daar ben ik blij om. Het moment dat zo'n klein wonder op de wereld komt, je hebt het al twee keer ervaren. Wat voel je dan? Ik moet eerlijk toegeven, ja, sinds uh, ik heb nooit echt veel Waterlanders gehad, zeg maar. Maar dat is toch een <tosses> emotioneel moment, greep naar de keel. Ja, ik, uh, ik kan niet in detail gaan, maar ik heb alles gezien van dichtbij. Nou, oké. Ik dacht is... alles. Dus. Dat wou ik niet zien en dan moest ik opeens helpen. Die vrouw zei, kom, help eens even. En ik ook. Dan, uh... Het was zondagdienst, ik moest... Uh, ik moest uh, ja, dat was niet bij ons, ik, niet, ik op zondag was, maar, maar ik moest... Ja, voilà, <laughs> Ik moest ook een been vasthouden en... <laughs> ja, ja de andere dingen wou ik niet meer zien, dus nee. Maar het is wel het is mooi als er zoiets... Uh, Gelukkig ...uitkomt. Dus, uh, als er van ja. u is, toch? Ja. En maar de die... geuren, Dave? De geur ja, ik, ja. of, ik ben een geurman, hè, dus uh, de geur <laughs> moet compatibel was... zijn. Als iemand... die als er net uitkomt, ja, dan niet... is dat niet echt. Uh, nee, nee, maar dat wordt dan wel opgeschoond. De geur moet altijd juist zijn. Uh, Jij ja, zit nog niet in de productionele fase, hè, Dante. <laughs> nee, 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 nee. Zeg maar, ja, jouw vriendin die deed wel mee aan Miss Fashion, fashion, fashion. denk ik. Ja. Nog andere ambities daarin? Gaat ze daarin voort? Voetbalgek? Meer en meer voetbal minded nu natuurlijk. Dat is ook wel logisch daarvoor kende ze er ook nog niet zo heel veel van. Uh, maar om terug te komen op de Miss Fashion wereld, dat is iets meer haar uh, wereld. Maar ik denk dat dat ook wel uh, gewoon eens een ervaring was die ze wou doen. Uh, ze heeft het wel jammer genoeg niet kunnen winnen, maar uh, ze zat dan in de top 5. dus ze heeft nog wel andere opdrachten uh, over de volgende x aantal maanden die ze eventueel zou kunnen doen. Uh, maar ik denk dat het gewoon voor de ervaring is en om nieuwe mensen wat te, te leren kennen. Ja. Klopt het dat jij jouw vriendin en relatie te danken hebt aan Eleven Sports? Ja, mede. Mede door Eleven Sports, denk ik. Want? <laughs> Vertel. Oei, oei, oei. Het is een beetje tot stand gekomen op, uh, op de uittrekking van, van beste speler van, van vorig jaar. Uh, toen was ik genomineerd. Uh, en daar werkten wat hostessen, wat, wat jongens en meisjes die, die haar kenden en die me hebben aangesproken van uh, ja, ik moest eens dus een goed woordje komen doen over, over haar. Uh, ik kan misschien eens een berichtje sturen, eens volgen op Instagram en zo. Want uh, het ene en is het andere komen uiteindelijk. Uh, is, is afgesproken en ja, de klik was er wel. dus kan schoon zijn, de liefde. Ongelooflijk. Ja. Hey, Marla, ik moet er nog een paar actuele dingen bij pakken. Ik ga eerst nog even vragen aan jou. Uh, Lierse, een heel nieuw project. Heel wat goede spelers ook gehaald. In vergelijking met vorig jaar toen het moeilijk liep. Wat is daar de ambitie bij Luc van Thilo, de sterke man? Op middellange termijn? Is dat terug een niveautje hoger? Ik denk dat dat wel ergens in de plannen zit. 1A. Ik denk termijn zeker en vast. Zo'n club, hè? Dat... Ik denk dat nu vooral uh, ja, ze willen. Me, dat is ook de reden waarom ik naar, naar Lierse ben gegaan. Dus ze willen tonen dat het Belgisch ook kan. Dus het is voor mij heel lang geleden dat ik op training uh, Alleen maar Nederlands, hoor. Dus dat is, dat is heel aangenaam. Um, en ook ja, de, de supporters in Leer terug warm krijgen om, uh, om er elk weekend te staan. Um, het, is, het is op dit moment niet verkeerd qua supporters. Uh, het, is, het is aangenaam voetballen daar. Um, ja, en dan stap voor stap, rustig seizoen dit jaar. En, en ja. dan uh, denk ik ja, echt gewoon terug opbouwen naar. Uh, ja, en denk 1A dat dat. Ik weet niet dat ze het hebben uitgesproken, maar dat zal zeker en vast wel ergens in hun achterhoofd zitten. Ja, traditieclub, hè? Benito Oliers. Daar zijn we allemaal wel een beetje mee opgegroeid. Hè? Altijd, Heb herinneringen? Altijd, moeilijk, ja. altijd moeilijk om te gaan spelen. Ja, altijd. Dus, uh, nee, een mooie club. Dus, uh, als je ziet hoe dan ze nu staan, ik denk ik dat je derde of tweede, vierde staat. Nee, ik weet niet ergens. Derde, derde, denk derde, ik. Ja. Derde, dus ja. uiteindelijk dan is er altijd wel een kans. Maar je hebt nu vier van de acht ploegen die willen opgaan, of we kans maken om op te gaan. Dus het wordt, wordt heel zwaar. Maar ja. Ik wil jullie mening eens over de formats die er zijn in competitieformat. Want daar wordt heel vaak over gediscussieerd. Het moeten 12 teams zijn, het moeten 16 teams zijn. 1B, de belofte erbij, al dan niet. Wat is nu jullie mening? Jullie zijn voetballers, jullie mogen het bepalen. Maar ik ik wat ben, gaan we ik, doen? Ik ben het vier jaar gewoon geweest om uh, met acht clubs te spelen. en gewoon competitie afwerken en klaar. En dan is het goed geweest. Maar al die andere regels, de okay, wordt worden allemaal ingewikkelder. En als je allemaal nieuwe formules gaat doen. Ja, ik denk niemand dat er nog gaat snappen om een duurtje. Dus, nee, uh, en ben je pro-play of niet? Als je, als je kampioen wordt daarna wel, ja. Als, als je niet eerst natuurlijk. Als je eerste staat met 20 punten voor en je hebt je wordt geen kampioen, dan, dan niet. Maar ja, het is nu al zo lang dat het, uh, het een gewoonte is geworden in België. Ja, jullie nog een mening erover? Ik zie gewoon niet wat het probleem is met een competitie met 18 of 20 ploegen. Nee. Overal in Europa werkt dan, waarom zou dat in België niet werken? Dante? Ja, klopt. Ik sluit aan met, met uh, ja, toch minimum 18 ploegen te hebben. En op het feit om een beetje terug te komen met, met de jeugdploegen die, uh, die ze in de lagere reeksen willen, willen insteken. En het buitenland werkt dat op, op dit moment wel. Uh, en anderzijds moet ze denk ik gewoon goed uh, verdelen qua, ja, qua niveau. Als je bijvoorbeeld vorig jaar Club Next zag in, in 1B... Voor de jongens is dat goed om bij te leren. Maar ik denk voor het niveau van, van, van 1B is, was het niet ideaal, denk ik. Om, uh, om tegen ja, uiteindelijk nog jonge en, en onervaren, wel kwaliteitsvolle spelers te spelen. Maar ik denk net te weinig ervaring. Ja, ja. Uh, andere uh, actualiteit, kunnen we niet omheen. Dat is natuurlijk Eupen. Ze staan daar helemaal bovenin. En ze hadden nog gezegd, uh, al die berichten voor het seizoen. Ja, de kraan vanuit Qatar, dat gaat allemaal dicht. Het zal een pak minder zijn, maar ze staan daar wel goed. Je hebt er nog gescoord, trouwens, die bal van Amuzu. Was hij van jou of niet op de lijn? Ja, dat ging op Alan. De administratie dus, heb ik hem uh, aan jou gegeven. Ja, tuurlijk was hij van mij. Hoe kijk je naar Eupen? Ja, iedereen zegt, heeft dat andere slechte woorden over Eupen, of dat geen goede ploeg is, maar ze staan er nu. Dus ploeg, dus ik vind het een hele goede ploeg. En uh, ja, het traait ook. Dus, uh, ja. Een verrassing. Ja. Gaat, die, gaat die kraan echt dicht, denk je? Want het verhaal vroeger was: er komt een WK, Qatar. Uh, dan is dat goede reclame dat we een team in uh, Europa hebben. En na het WK zou uh, dat dan stoppen. Dat was eigenlijk de boetade. Dat werd gezegd. Klopt dat? Jij hebt gespeeld voor alle duidelijkheid, ja, Niels. Ja, ik denk dat dat nog wel altijd ergens klopt. Maar ik denk wel dat ze ondertussen aan het kijken zijn om, uh, om, om verder te gaan met elkaar. Misschien uh, dat ik uh, heb opgevangen. Ik weet niet of dat, uh, hoe ver dat, dat staat. uit. Maar het is inderdaad gewoon een hele aangename club. Mensen die er negatief over zijn, kennen de club niet. Kennen de, de stad niet. Uh, ja, Het is, het is, het is gewoon... Ja. Hele leuke club, heel warme club. Um, en dit jaar doen ze het gewoon ongelooflijk goed. Um, ze hebben een hele goede basis. Het is het eerste jaar in, in zes jaar, denk ik, dat ze twee jaar met dezelfde ploeg spelen. Ja. Ik denk dat je dat dit jaar ziet. Ik denk dat ze ook een hele nuchtere trainer hebben. En, um, ah, het is ook gewoon het is, het is een mix van alle, alle nationaliteiten, maar het is, is zo'n leuke sfeer uh, elk jaar opnieuw. Um, en, en ze zijn er ook heel ja, vooruitstrevend met voetbal bezig, hè? want dat verhaal dat hoor je wel eens op training en zo. Geef er eens een voorbeeld van hoe ver je ja. gaat? Ja, soms gaat het te ver. Dus, uh, je ja, wilt het verhaal van de drones horen, Dave. Dus, uh, ik heb uh, van Jens <laughs> Kels gehoord dat er iets boven hun vloog. Wat exact, dat weet ik niet. Ja, dus, ja dat er op, op training met drones boven, allez, een drone boven, boven het veld vloog om, uh, om alles te filmen. En, uh, ja, zo laag zelfs dat je de, de instructies van de trainer niet meer hoorde. Dus, uh, Zo'n dingen zijn er wel allemaal geprobeerd. En ik denk dat dat op dit moment eigenlijk. Uh, aan het minderen is eerlijk gezegd. Ik denk dat het terug een beetje meer naar de basis aan het gaan is. En uh, ja, Ik denk als je ze ziet spelen. Uh, ik heb gisteren de eerste helft gezien. Uh, uh, gewoon heel lang en dan verrast. Spelen ja. gewoon goede voetbal ook. Hey, en die Stef Peters op stilstaande fases, dat is wel een, uh, een geweldige. Hij heeft al drie keer Akbadou bediend. Nu was hij er weer bij betrokken. Stef Peters, goede voetballer. Lang onder de radar gebleven. Ja. Goede linkervoet, dus uh, ja. geen slechte speler. Nou, bij Genk hè, vroeger. En dan. Uh, zijn eigen. Oh, slecht karakter. Moeten evenen. effenen? Is dat slecht zo, karakter. ja. <laughs> ja dat, 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 dat moet wel bijzonder geweest zijn. Zo de, de, de Nederlandstalige. aan nee, de top die de... ochtends in S Eupen. Hoe S gaat dat? Stefke is iemand die. Ja, recht voor de raap. Als ja. het hem niet aanstaat, gaat hij het weten. Maar ook. Alle, ja. Dat wordt over mij ook gezegd dat dat. Uh, moeilijke jongens tussen aanleks, denk ik, Maar totaal niet. Uh, je ja, bent we, geen moeilijke jongen. Ik ben geen, absoluut geen moeilijke Leeft jongen. Heeft dat in de, in de wereld, voetbalwereld? Uh, ja, ik denk dat wel. Uh, ja. Er is een voorbeeld geweest in. Uh, in de zomer dat ik op zoek was naar een andere ploeg, contact met een ploeg waar de trainer er volledig achter staat. Maar dat er iemand binnen de club gewoon de stempel op mij heeft gedrukt. Dat ik in het verleden trouwens mee samengewerkt, goed mee overeengekomen, dat ik een moeilijke jongen ben als ik niet speel dit en dat. Leuven dus? Dat nee, absoluut niet, niet Leuven, nee. Leuven. Want ja, bij Leuven kunnen zitten toch, een paar maanden ja, geleden. Dante kent de ploeg heel goed denk ik. Maar... Ach, bij Union? Nee, ik, ik weet niet even. Het is, ja. Gewoon, ja, het is gewoon een straf als je eenmaal die stempel krijgt. Denk ik dat we niet heb je daar... dan die stempel? Of... Daar, uh... Nee, niet nee, dadelijk. Maar... Ja, ik heb niet, niet bevestigd, hè, Dave. Uh... Nee, maar ja, het is gewoon: uh... als je in België een keer uh, het etiket krijgt, is het moeilijk om van af te raken. Uh... Maar uh, voor Steff is dat juist hetzelfde. Uh, het is gewoon iemand die die kwaliteit wil en eist tijdens de training ook. Uh, ja. En terecht ook, denk ik. Uh, je zit continu bezig met die sport en uh, dan wil je het beste uithalen. Ja, dat is bij Stef van hetzelfde. Maar het is gewoon een enorm goede voetballer. En, uh, tja, het verbaast me dat hij dit ter nog in open zit, eerlijk gezegd. Ja, de roosjes uh, die wilden hem toch hebben, maar dat, dat ja. kwam niet, hoe ging dat? Dat kwam niet rond, denk ik. Ja, wat ik weet is dat Amala eerst moest vertrekken om ruimte te maken voor Stef. Ah, ja. Budgetair dan, denk ik. Ja. Um, maar ik denk dat ze me er beter zouden bijgepakt, eerlijk gezegd. Ja, absoluut. Dat is een beetje Europees voetbal, hè wel? De bus op naar Eupen, naar dat is een beetje hm. bekend onbemind. Ik ben er heel vaak geweest en dan hadden ze Roger, de persman, denk ik. Hm. Dan stonden er vier taarten. Dan hè, de, 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 de braadworst-tent naast het veld. Echt een leuke ervaring. Als je het leert kennen, is het echt een uh, geweldige plek. Hè? Ja, het is ook een hele aangename stad. Heel kleine stad. Maar het is superleuk en uh, ja, iedereen kent elkaar bijna. Uh, ieder... Kom, geef eens één tip: waar moeten we naartoe? Nee, gewoon Eupen centrum doen. Uh, ja, ik ben, ben er zeker van dat de, de gasten er nog nooit geweest zijn. Uh... Leggen we een bus in? <laughs> ben jij nog nooit geweest, Benito? Nog nooit geweest. En Dave uh, ja, ja. voor een city trip het weekend, wie weet? Naar Eupen. Spazieren de ja. Rijn, dat ligt daar niet, maar uh... kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Ja, mooie dam trouwens Dave, huh? Hele mooie dam in Eupen. Kijk eens aan, dat is misschien een mooi alternatief voor Ibiza in Eupen. <laughs> Dante. Ja, zou kunnen, zo kunnen. Klinkt toch als muziek in de oren. De... <laughs> als je mijn vriendin kunnen overtuigen, dan eh, wil ik wel eens graag tot komen. Ik niet ja. beginnen, he. <laughs> ja, uh, goed, heren. Uh, nog even over het internationale voetbal, want het komt er natuurlijk aan. De Nations League, de Rode Duivels. Frankrijk, uh, donderdag en dan in het Juve-stadion. En dan als we dat halen, komt nog Spanje of Italië op ons pad. Benito, de Rode Duivels. Um, je hebt ook een, een tricolore shirt rond je bast gehad. Hoe kijk jij ernaar? Ja, okay, als, je, als, als we zo'n gouden generatie hebben en dan, stel toekomstmuziek, ze winnen, dan hebben we met zo'n hele goede ploeg alleen maar de Nations League gewonnen. Dus als we dan kijken naar alle andere grote landen die hebben alles gewonnen of heel veel gewonnen en dan wij met zo'n hele goede ploeg, mm -hmm. is het wel spijtig dat, we, dat, er, heel, dat er niet zoveel is. Alleen, niet veel, het is heel veel uitgekomen, want ze hebben bijna nooit verloren. Maar om echt titels of de prijzen te pakken, dan. Ja, is Het is het wel jammer dat het, uh, dat het niet zoveel is geweest. Is de verwachting van ons aller te hoog, denk je? Ja, misschien wel na, na die derde plaats, denk ik. Dan verwacht iedereen heel veel. En omdat iedereen het goed doet in eigen ploegen, dan verwachten ze maar dat ze elke wedstrijd 5-0 gaan winnen. Maar dat is nu ook niet. Uh Nee. Dat is ook niet gemakkelijk. Dus, uh... Nee, want als de rode duivel zegt, ja, dan ben ik gewoon supporter, dan, dan stop je job even, dan, dan leef je mee met, met je land, sta je daar als één man achter. Maar de realiteit is ook je voetbal tegen Portugal, tegen Italië, tegen... Uh, als we competitief tegen grote landen voetballen, is het vaak wel moeilijk. Hoe, hoe, hoe kijk jij ernaar, Dante? Ja, het is, het is normaal. Hè. Ik bedoel, uh, zou ik zou ook wel verwachten dat nu België met de generatie die ze hebben ook... De jaren ervaring met elkaar, dat, dat er toch, toch een prijsje zou, zou tussen zitten. Uh, ik vind het ook vreemd dat ze nog altijd nummer één op de ranking zijn. Uh, ja, jullie zijn voetballerslag met die ranking? Ik kijk er zelf niet naar. Ik weet ik kan alleen dat België opeens want op de rest weet ik helemaal niks. Dus, uh... nice. Maar het is gewoon, ja, ze verliezen niet veel gedurende het jaar, maar op de grote toernooien is het vaak net niet. Uh, en hoe dat komt uh, is, is moeilijk te zeggen wel. Waar kijken jullie het meest of het liefst naar van, uh, van dat elftal als het au grand complet is met, uh, met de Bruinen, met Big Ram, met Hazar, noem maar op? Ja, ik heb uh, in mijn eerste of mijn, mijn enige zat ik in, in Schotland. En als je dan een actie ziet hoe, hoe merten ze uh, die Balkan-dieven spelen naar, naar de Bruinen, dan naar Lukaku. Gewoon omdat zo makkelijk gaat, ja, dan, uh, dan, ja, dan, dan snap je ook niet van: oké, okay, dat is het maar. Allee, dat, dat is er maar uitgekomen om. Want alle wedstrijden, zoals uh, dan het is echt in het jaar verliezen ze toch bijna niet of nooit. En dan uh, is het toch wel indrukwekkend hoe die mannen eigenlijk zo makkelijk met de bal kunnen spelen. Hoe was de ervaring om op het trainingsveld met die gasten te lopen? Ontspannend. Dat is een hele week, uh, ik ga niet zeggen vakantie, maar dat is gewoon heel ontspannend. Dus, uh, je traint één keer per dag, je hebt heel veel vrije tijd, zodat je normaal gezien niet in een club hebt. Uh, dus je kunt eigenlijk doen wat je wilt. en Je moet er maar een, een uur of twee je moet er echt klaar voor zijn om, om te trainen. Dan Vrije tijd. Droom je er nog van? Want ja, euh, ik denk dat jij ooit nog, ook nog met, met Leandro Trossard, misschien bij de U18 of zo? Ik heb met heel veel spelers die er ja. zijn uh, gespeeld. En je zat op een bepaald moment in Schalke. Ze ja. uh, zit bij Anderlecht. jouw carrière is nog altijd uh, bloeiend. Die kan nog altijd terug uh, verder gaan stijgen. Droom je daar nog van? Op dit moment uh, niet echt. Uh, omdat ik weet, ik heb in Schalke daar even bij gezeten. Maar als je nu ziet welke spelers er nu bij zitten. Uh, die zijn jonger, die, die presteren op, op, uh, op sommige op betere momenten. Uh, dus dat ligt even naast mij. Dus, uh, maar wie weet, zit er, zit er ooit nog een selectie in? Maar op dit moment reken ik er niet op. Nee. Ja, Roberto Martínez zal ook gezien hebben dat uh, Dante Oendaf uh, met 14 goals en 8 assists uh, achter zijn naam staat. Hè? Ja, oké. Okay, maar uiteindelijk is het uh, ook een beetje hetzelfde. Vooral als Benito. Ik, ik wil me gewoon heel graag focussen op, op Union en, uh, en op het seizoen. Want ik heb, uiteindelijk heb ik. Nog niet al te veel bewezen en dan moet ik nog heel veel bevestigen om, ja. om te kunnen, ja, om, om tevreden te zijn. En het is wel leuk als je dan Martínez hoort, hoort praten over, over uh, dat hij in de voorselectie zit, maar uiteindelijk uh, is, is dat niet waar ik nu uh, bij stilsta. Heeft hij jou al ooit uh, persoonlijk aan de lijn gehad of, of toegesproken? Nee. Want hij is wel komen kijken al een paar keer, denk ik. Ja, dat, dat kan en ik vind ook. Plezant dat hem naar ja, toch een club uit tweede klasse, maar Union misschien in zijn ogen, dat hem toch uh, ja, daar rekening mee houdt en toch, toch het oogje in het cel houdt. Maar uh, persoonlijk met hem uh, hebben we nog niet, uh, nog niet gesproken. Nee. Moet die man gewoon lekker België blijven doen, of moet hij af en toe aan de lokroep uh, ja, beantwoorden van, van Barcelona, andere clubs. Hoe, hoe zien jullie dat? Goeie coach? Ja, een hele goede coach. En als hij een kans krijgt om uh, naar wat, een... wat maakt hem goed, Benito? Praat met iedereen ook gewoon. Het eerste moment dat ik daar was, dan zei ik: van Ik zie u zo en zo en zo spelen. Treul, dat het heel de kans heel klein was dat ik ging spelen, maar hij zag mij in die en die positie. Dat, dat doet hij bij iedereen. En dat is wel, uh, wel leuk dat hij daar echt uh, mee bezig is om iedereen een goed gevoel te geven. Dus uh, ja, vind ik een heel goede coach. Dus als hij de kans krijgt om naar een of andere grote topclub te gaan, dan moet je even uh, het achterhoofd houden en bekijken wat dat mogelijk ja. is. Wat heeft hij jou verteld over posities waar je zelf nog niet over nagedacht had? Heeft hij jou ook nog iets bijgeleerd over voetbal? Ja, ik leer er elke dag bij. Dus, hij had mij op een positie gezien, uh, ja, als je een 5-3-2 speelt, dat je heel die flank moet doen. Uh, zoals de, zoals de Torcan of, of me niet helemaal doet. Dus daar zag hij mij ook al uh, in. Dus uh, ja, dat is iets waar ik normaal gezien niet toe. Uh, maar als je het dan op dat moment verwacht, dan, uh, dan moet ik dat wel doen. Ja, het gaat over de nationale ploeg, uh, Niels. Dan, dan moet jij niet afzijdig blijven, want 2007, oh. wat gebeurde er? <laughs> je werd opgeroepen voor ja. de U. Wat was het? Zeg het mij, 19. God, 19. Ja, is... Met Radja? Ja, die liep er tussen. Tegen Zwitserland. Ja. Is dat allemaal verdwenen? Ja, Heb dat... je dat shirt nog? nee, nee. nee. Nee, dat, is, dat zijn leuke momenten. Ik speel op dat moment in tweede klasse, denk ik, bij, bij Leuven. Ja. Uh, ja. Er is niks om blijven jongen. hangen? Leuke herinnering? of Leuk, Nee, eigenlijk, eigenlijk niet echt. Misschien uh, nee, doe nog heel even bij de selectie van De Belofte? Ik opgegaan. heb bij De Belofte toen bij sint zat, ja, maar geen speelminuten gekregen. Dus uh, ja, dan, dan als je meer dan een week weg gaat bij je club en dan, dan allee, verwacht je wel dat je toch die minuten krijgt, zeker als je nieuw zet. Om die ervaring op te doen. En als je dat dan niet krijgt, zet je teleurgesteld en uh, vraagt je af waarom, waarom wel bij die selectie dan. En dan uh, ja. Ik heb me daar nooit echt, uh, ook niet echt op mijn gemak gevoeld. Ik kwam altijd van, van de kleinere clubs en dan ja, op een manier word je toch, toch anders bekeken. Dat was mijn gevoel, zal ik zo zeggen. Ja. Uh, maar zeker geen gemis in mijn carrière. Uh. Zeker niet. Nee, heren, beseffen jullie, Benito en Niels, wat uh, deze Dante van Zijl gedaan heeft voor zijn land op een uh, WK? Weten jullie dat? Nee. In de jeugd? Dan zeg het toch nog maar eens, want niet iedereen weet dat, hè, Dante. Yo, wat heb ik gedaan? Uh, ja, toch... Uh, twee goals gemaakt in, uh, in de match voor de derde en de vierde plaats. Ja, uh, dat is toch al niet niks, hè? Nee, ja. Uiteindelijk, toen was er wel een, een heel speciaal moment. Uh, in Chili? In Chili. In toen. In 2017. Ja. ja. Met uh, Dries... Uh, Kenyo. Ja, ja, klopt, klopt. Inderdaad. Zat, zat Gaetan er ook bij koeken of niet? Die heeft toen die match gekiept, ja, ja. Inderdaad, tegen Mexico. Uh, maar ja, veel jongens die, uh, die, gro ja, die grote talenten waren op, 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 uh, op, dat, op dat moment. Uh, maar er zijn er eigenlijk maar, maar weinig die echt nog uh, op het hoogste niveau spelen of nog een profcarrière voor hen hebben liggen. dus Dat is wel vreemd, maar uiteindelijk anderzijds wel logisch. We hadden niet extreem veel individuele kwaliteiten, maar ons, ons teamverband, ons, ons ja. ploeg was wel gewoon sterk, ging sterk aan elkaar. En ik denk dat dat ons een beetje tot, tot, tot die derde plaats heeft uh, geschopt. Nu denk ik eraan, ga je dan Koeken even dat een keer laten zien, zijn onderlip. Ken je dat verhaal? <laughs> dat ken ik, ja. Wat hij zei, ik ga naar pizza. <laughs> En op een heel leuk moment van vriendschap, leuke avond, we laten collectief een tatoeage hebben. En vier, vijf man doet dat dan, Of sommigen doen het niet. Maar hij op zijn onderlip, he, wat staat er? Kiss me of zoiets? Kiss me. Dan vraag ik me wel af, was jij erbij? Nee. Mogen we dat... jouw onderlip even zien? Controleren? Ja, natuurlijk. Nee, nee. Zat er niet op? <laughs> nee, nee, nee ben ik, Daar was ik niet bij, nee, maar ik heb het verhaal wel meegekregen. Dus. Uh, hij is toch niet ja. de enige die dat dan liet doen na de afspraak? Ja. Um... Ik denk dat, wel, dat een kameraad van hem dat ook heeft gedaan. Maar ik, ik, ik ja. zou het niet zeker kunnen dat zeggen. Het zou echt de vriendschap zijn, hè? dan uh, terugkabel als je het afspreekt. <laughs> ja, dan zeg ik toch iets anders dan Kiss dus, mee. Uh. Ja, absoluut, absoluut. Um, goed, heren, uh, gaan we pakken afronden, die, uh, die Nations League? Toch eens een, een cup, wacht, ik heb het even opgezocht. Wat kunnen we winnen? Een hoge zilveren beker van 71 <laughs> centimeter. Dat staat er op het spel. Pakken we hem. Beter wel dan niet, zeg zullen zien. Dat is wel... Ja, schijven, we pakken hem toch, Benito? Allee, we pakken hem dan. We pakken hem, oké. Okay. Um, ik heb nog één uitsmijtertje uh, voor, voor Benito. Um, als je toch graag in dezelfde kleuren uh, zou willen blijven ooit, als je over tien jaar misschien, wie weet misschien over vijf jaar, dan zijn er nog wel wat mensen uh, die jou graag nog ooit zien uh, terugkeren. Zeg het maar, Joske. Een feestje tegen met jouw maar die van terugkomen naar de eh, jongen, wat wat Die supporters zijn oh, niet. Die moeten ze kopen dat soort. Mag dat terugkomen? Maar mag geren zelfs. Een toffe gast, alles goed. Dan rap gast ook nog. Je moet rappen mannen nemen, nee. Voilà. Droge mannen, er we niets nu. Voilà, een van de mooiste vieren, het Belgisch voetbal, Joske natuurlijk van, de, van de Beerschot. Het filmpje is natuurlijk al ietsje iets ouder, ja. maar je hebt, ja, die band is wel gebleven. Met, je komt nog af en toe wel op het kiel, denk ik. Hè? Ja, ik ben net zijn trijden tegen zijn gaan kijken. Dus uh, ja, uh, af en toe als je een overstap maakt naar een andere club, krijg je wel wat individuen die, uh, die wat dingen naar je roepen of naar of, of je sturen. Maar ik denk de grote deel uh, van de supporters, die staan nog altijd achter mij. Ik ben nog uh, zelf voor de wedstrijd tegen zijn in een supporterscafé een paar punten gaan drinken. Dus uiteindelijk, dat blijft wel nog altijd in mijn, in mijn hart eigenlijk beerschot. Ja, dat, uh... ja, dat laat sporen. na nou, precies. Die club hebben jou ook Dante? of niet? Ja, uiteindelijk alleen maar goede herinneringen van bij van beerschot. Het uh, was voor mij mijn eerste jaar in het, in het profvoetbal echt, uh, dat, ik, dat ik heb kunnen spelen. Uh, maar gewoon heel warm, familiaal. Speciaal ook de supporters. Dus, uh, ja, als het goed gaat, is dat gewoon fantastisch. En ik denk als het minder goed gaat, dan heb je het ook wel gehoord. Dus, uh, ja. Je moet ermee kunnen omgaan, maar ik vind het wel uh, een, een heel speciale en warme club. Ze redden zich nog, of niet? Ja, denk ik wel. Ze redden zich nog? Ik hoop van wel. Ja, ja oké. Okay. Wat denk jij Niels? Geen idee, Dave. Zullen we zullen zien. Nee, ze zijn slecht begonnen. Hè. Ze gaan een heel jaar druk hebben. Dus, uh... Voor jou afgerond. Wanneer is het seizoen geslaagd voor Liers? Uh, waar eindig je dan? O, dat is moeilijk om te zeggen. Uh, met Schouterde, met Diebo Van Akker, met Alex ja, Maas, er, met Kenneth Schuurmans, er veel met Abdallah goeie, in de spits. Zit er zitten veel goede voetballers uh, in die groep. Ja. Echt waar. Maar Schuurmans is, is topschutter. Ja, nu, nog, nu niet meer. Ja, Hij uh, heeft een heel hard hoofd. Hè? Die loopt onderaf tegen en door de netten. Ja, maar plakken... waar eindigen we? Pff, ja. Als je ja. nu, ja, je ziet Westerlo is nu even uh, wel een mooie voorsprong. Dus we staan heel dicht bij, bij die tweede plaats. Dus... Als je ziet, we spelen nu 2-2 tegen Moes Groen. En, uh, ja Tot op vandaag was hij was teleurstellinger. En ja. in mij nog toont die teleurstelling toont dat er in de groep echt wel. Uh iets zit om, om, om iets speciaals te doen en uh, de kwaliteit is er, dus we, kunnen, we moeten ons niet, niet verstoppen dit jaar. Oké, okay, dan gaan we het bijhouden. houden. Ik bedank Dante van Zijer en Niels Schouterde en natuurlijk Mats Rits die we aan de Skype-lijn hadden. En Benito Raman, het gaat jullie allemaal bijzonder goed. Nog lekker veel blijven prikken allemaal. En uh, ja, jullie bedankt en tot de volgende keer. Je kan naar YouTube kijken, je kan op de Apple Podcast, de iTunes, je kan het op Spotify, je kan het overal vinden. 11 Insiders, tot uh, de volgende keer. Bye bye.